Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een adventkalender unboxen. Jullie weten hoe dramatisch mijn laatste Douglas adventkalender unboxing was. Daar heb ik hun make-up adventkalender unboxed. En die kalender was zo slecht. Dat was de meest slechte kalender die ik tot nu toe heb unboxed. En ik heb er een heleboel gehad. Dus ik was wel een beetje klaar met Douglas en hun adventkalenders. Maar ik zag toch nog een andere. En ik dacht, weet je wat, laten we Douglas een tweede kans geven. Ze hebben echt een heleboel kalenders. En deze leek echt de beste te zijn. En het verschil met deze en die andere kalender is dat die andere kalender echt vol zit met hun huismerk make-up. En deze kalender van vandaag zit gewoon vol met ook andere make-up merken. Dus ik denk dat deze wel iets beter gaat zijn. Hopelijk. Dus we gaan Douglas een tweede kans geven, jongens. Ik zweer het. Als deze kalender ook slecht is, dan gooi ik Douglas echt gewoon weg. Maar ik moet zeggen, ik heb best wel goede hoop voor deze kalender. Ik weet nog absoluut niet wat erin zit. Je kunt dat wel online zien. En op de achterkant van de kalender staat ook wat erin zit. Maar daar probeer ik gewoon allemaal niet naar te kijken. Omdat ik gewoon verrast wil worden. En dat is extra leuk. Want dan, ja, dat maakt de video dan wat leuker dan als ik al weet wat er allemaal in zit. Dus ben je net zo benieuwd als mij? Vind je het nu al leuk? En wil je op de hoogte blijven van mijn 4 video's in de week? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb op mijn lippen een lipcombo op van Juvia's Place. Ik heb hun lippotloodje op in de kleur Scorpio. Met hun lipstick in de kleur Emolve Moment. Is een licht paarse-achtige kleur. En hun lipgloss. En deze heet So Glaze. Dus die combo heb ik nou op mijn lippen. Nou, dit is dan de Douglas kalender die ik vandaag ga unboxen. Hij is echt super groot. Hij is wel een beetje licht, maar super groot. Hieronder staan ook alle merken van alle make-up producten die erin zitten. Dit is de Merry Christmas Around the World Advent kalender. Afgelopen jaar heb ik ook een kalender van hun unboxed. En die zag er ook zo uit. En die was op zich best wel goed. Dus ja, ik ga ervan uit dat ik met deze kalender een stuk blijer ga zijn dan met een andere kalender. Hij is wel een stukje duurder, maar hij is absoluut niet super super duur. En ik vind de kalender er ook heel mooi uitzien. Lekker groot. En ja, laten we hem gewoon gaan unboxen en kijken wat erin zit. Als je dus niet wilt weten wat hierin zit, bekijk deze video dan vooral niet. Want obvious, ik ga vertellen wat er allemaal vandaag in zit. Als je wel graag wilt weten wat ik ervan vind zonder te weten wat erin zit, spoel dan gewoon even door naar het einde van de video waarin ik vertel wat ik van de kalender vind. En dan weet je dus niet wat erin zit. Oké, nou, ik ben echt super enthousiast, want als ik al de merken zie die hieronder staan, word ik al heel enthousiast. Want ik ken de meeste merken en het zijn best wel goede merken. Dus ja, let's do this. Ik hoop niet dat alles heel klein gaat zijn. Dat zal wel echt een afknapper zijn. Als er nog andere kalenders zijn die jij graag wilt zien, let me know. Dan ga ik die ook bestellen. Oké, ik heb nu de hele plastic folie eraf gehaald. En dit is dan gewoon wat je hebt. Ik vind het echt, echt heel mooi eruit zien. Ik vind het ook mooi dat het allemaal zo licht roze is. Roze is echt mijn fave kleur, dus dat spreekt me echt aan. Nou, let's do this. We gaan gewoon beginnen bij vakje 1. Je hebt volgens mij gewoon 24 vakjes. De bedoeling van een adventkalender is dat je in december, vanaf 1 december tot en met kerst 24 december, elke dag één vakje openmaakt. En dan heb je een soort van een verrassing cadeautje elke dag voor jezelf of voor iemand anders. Je kunt ook kalenders halen voor andere mensen, obvious. Laten we gewoon snel gaan beginnen met vakje 1. Vakje 1 is hier. Gelukkig is de adventkalender een beetje aan de lichte kant. Dat maakt het wat makkelijker voor mij om het vast te houden. Want hij is wel echt super groot. We hebben als eerst product van Anayake of zoiets. Is volgens mij een Japans merk. Bamboo Face Care. Volgens mij is dit gewoon een gezichtscrampje. 15 ml. Dit is hoe die eruit ziet. Het is volgens mij gewoon een gezichtscrampje. Ik had wel echt liever 20 ml gehad. Ik vind alles onder 20 ml altijd wel een klein beetje weinig. Maar ja, het is wel 15. Dus dat is bijna 20. Dus het glas is half vol. Nummer 2 is hier. Weer iets van een crampje of zo. Deze is wel weer heel klein. Van Lift and Roll. Dat merk ken ik niet. Vegan. Smoothing serum voor je gezicht. Het is een serum voor je gezicht, je nek en je décolleté. Oké, maar wat doet het dan? Ik denk dat het je huid gewoon wat strakker maakt en een beetje lift of zo. Ik weet het niet zeker, want het staat in het Duits en ik kan geen Duits. Ik vind het wel super klein. 5 ml maak je mij niet heel blij mee. Nummer 3 is daarnaast, dus makkelijk te vinden. Ik denk ook weer iets van skincare of zo. Ik hoop ook wel echt op make-up, want ik hou wel van make-up. Maar dit is echt een beauty advent kalender. En dat is altijd vaak een mix van make-up en skincare. Van Dr. Hauschka of zoiets.
hebben we een gezichtsmasker. Revitalizing Mask. Ook weer 5 ml, veel te klein allemaal weer. Dit is een Revitalizing gezichtsmasker. Dus gewoon een masker voor je gezicht, maar het is wel heel klein. 5 ml, jongens. Doe eens even gewoon normaal. Waar is nummer 4? Ik ben altijd 8 jaar op zoek naar al die nummers. 4 is een beetje langwerpig. Ik denk parfum. Volgens mij is dit een parfum. Wat leuk dat er een parfum in zit. Ja, van Mercedes-Benz Woman. Eau de Parfum. Ik wist helemaal niet dat Mercedes parfum heeft. Wie was er van op de hoogte dat Mercedes parfum heeft? Oeh, hij ruikt wel lekker. Ik ga hem gewoon gelijk even opdoen. Hij ruikt echt heerlijk. Wat een heerlijke geur. I like it. Hier ben ik happy mee. Hoeveel krijgen we? 10 ml, oké. Okay. Dat vind ik wel echt leuk, want dat heb ik in nog geen enkel adventkalendertje gehad. Nummer 5 is hier beneden. Oh, we hebben een beauty blender van Real Technique. Ook gewoon een full size. Hier ben ik heel blij mee. Oh my god, deze ga ik zeker proberen. Een full size blender van Real Technique. Nummer 6 is hier boven in de hoek. Deze is echt super duper groot. Is echt voor die hele hoek. Masker van Starskin. Gold Mask. Het is een oogmasker. Zijn van die pads. Zoveel hieronder. Echt zo van die oogmaskers. Starskin heeft echt de beste gezichtsmaskers ever. Dus hier ben ik blij mee. Deze ga ik zeker gebruiken. Nummer 7 is hier. Deze is een beetje klein. Dus ik denk weer iets mini. Wat is dit weer voor super super klein product? Van Dr. Suzanne von Schmiedeberg. Al deze namen, jongens. Ik kan hier niet mee. Ook weer een Lifting Power Serum. Dit is gewoon een gezichtsserumpje, maar wel weer echt overdreven klein. Hoeveel milliliter is dit? Het is zo klein dat er niet eens op staat hoeveel milliliter je krijgt. Volgens mij is dit echt gewoon weer 5 milliliter of zo. Waar ben ik gebleven? Volgens mij was dit 7, dus nu nummer 8. Nummer 8 hier in de hoek. Deze is iets groter. We hebben van 123 een cleaner. Foaming cleanser. Een gezichtscleanser. 10 ml. Waarom is alles zo klein? Ik had liever gehad dat ze de prijs van de kalender iets hoger hadden gemaakt. En dat we wat meer product krijgen. Dan een meer betaalbare kalender met zulke kleine producten. Maar ja, dat is wel echt een persoonlijke voorkeur. Dus er kunnen ook mensen zijn die dit liever hebben. Dat kan ook. Maar goed, we hebben een gezichtscleanser om je gezicht schoon te maken. Dit is van het merk 123 volgens mij. Tenminste, dat is wat erop staat. Ik ken het merk verder niet. We gaan verder met nummer 9. Die is hier. Iets zwarts. Ook weer een mini. Van Biotoline. Dit merk ken ik wel. Is op zich een fijn skincare merk. Is een skin gel, een anti-rimpels gel. Maar 2 ml. Oh, jongens. Nummer 10 is hier. Ook weer iets super kleins. Ook weer van het merk 123. 3 ml aan Plump Up Volume Hyaluronic Power Serum. We krijgen weer 3 ml aan serum. Ik vind wel dat we een heleboel van dezelfde soort producten krijgen. Maar gewoon heel veel van een ander merk. Ik zie toch liever echt heel veel verschillende producten. Nummer 11 is hier. Die is lekker lang en iets groter. Weer een parfum. Oké, okay, van Abercrombie & Fitch of zoiets. Parfum voor vrouwen. Eau de Parfum. 10 ml. Dit is een spray. De geur is oké. Okay. Ik vind die van Mercedes lekkerder ruiken, maar dit is ook wel gewoon oké. Okay. Dit soort mini-versies van parfums zijn super handig voor in mijn tas, want dan kan ik ze gewoon meenemen. En dan gewoon door de dag heen lekker op mezelf spuiten, dat is fijn. Nummer 12, hier. Ik mis nog wel een beetje make-up. We hebben nog geen enkel make-up product gehad. Van Anna Jacke hebben we een mascara. Wel een mini versie, maar we hebben in ieder geval een mascara gekregen. 3 ml, ja, dat is inderdaad een mini versie. Nou, ik was aan het klagen over make-up en ik krijg een make-up product. Dus dat is top. Nummer 13 is hier. Deze is best wel klein-ish. Oh, ik zie nu pas dat hier binnen in het flapje staat een tekst met een uitleg over alle producten. Oh, dat had ik nog niet gezien. Dat vind ik wel echt super handig, want dan weet je tenminste wat je uitpakt. Ik heb hier dit klein bakje, doosje van Glow Recipe. Watermelon Glow Sleeping Mask. Glow Recipe is een skincare merk waar ik heel veel van heb gehoord, maar nog niks van heb geprobeerd. Dus ik ben wel enthousiast om iets te proberen van hun merk. Het schijnt echt een super fijn skincare merk te zijn. En dit is gewoon een gezichtsmasker. Ik ga even in het flapje kijken wat er over wordt gezegd. Je moet dit masker opdoen als je gaat slapen. This best-selling sensation is great for combination to oily skin types. Oké, okay, dus dit masker is gericht op mensen met een gecombineerde of vettige huid. Dat heb ik niet. Ik heb een normale tot droge huid. Maar toch ga ik hem gewoon proberen. Omdat ik gewoon per se iets wil proberen van dit merk. Maar wel weer heel erg klein, jongens. Ik moet wel zeggen dat ik aan de andere kant ook wel begrijp dat we vooral heel veel mini-size producten krijgen. Omdat de meeste merken toch wel een beetje aan de
hoge kant zitten qua prijs. Dus ja, de adventkalender zou gewoon echt een stuk duurder moeten zijn als je meer product zou willen. Dus aan de andere kant is het ook weer fijn dat je op zo'n manier niet te veel geld hoeft te betalen, maar wel een heleboel luxe skincare merken en zo kunt uitproberen. Waar is 14? 14 is hier, een beetje groot, medium formaat. Weer van 123. Nou, ze proberen wel hier dit merk echt op ons te pushen. Hydra Power Gel Cream is een gezichtsmoisturizer, 10 ml. Wat staat hier op het flapje? Ja, het is gewoon echt een moisturizer voor je gezicht. Nummer 15 is hier. Hoe gaat deze open? Oh, hier. Van Tomorrow Labs, een boosting serum. Weer een serum. Ik heb het wel een beetje gehad met alle serums, jongens. Wat is dit? Nummer 16 hier. Ook weer iets heel kleins. Als dit weer een serum is, hè. Van Dr. Suzanne von Schmiedeberg weer. Hebben we hier een oogcreme. Oké, oogcremes word ik ook niet echt heel warm van. 5 ml weer, super klein. Nummer 17, die is hier. Deze is best wel groot. Van Honest Beauty een hydrogel cream. En op het flapje staat dat het je gezicht laat stralen. Honest Beauty is het make-up merk van Jessica Alba, die actrice. En het is allemaal vegan. En dit is volgens mij niet alleen vegan, maar ook een clean merk. Dus clean make-up. En hun hebben dus make-up en dit soort dingen. Ik heb altijd al iets willen proberen van haar merk. Ik heb gehoord dat van Honest Beauty hun cream blushes schijnen echt super goed te zijn. Dus die wil ik ook nog proberen. We krijgen 22 ml. Dat vind ik een goede hoeveelheid. Nummer 18. Echt alles valt er heel te uit. We hebben volgens mij weer een parfum van Anayake. Weer dat Japanse-achtig merk. 10 ml. Deze ruikt ook lekker. Oeh, deze vind ik wel. Deze is heel scherp. Het is een hele scherpe geur. Dus dit vind ik van de drie parfums de minste. Maar ook deze vind ik op zich wel gewoon lekker uit. Dus ook wel gewoon een geur die ik zal opdoen. Nou, we gaan richting het einde. We zijn bij nummer 19. Oh, een kwast. Zoeva, een concealer buffer. Nummer 142. Als je me al een tijdje volgt, weet je dat ik bijna alleen maar Zoeva kwasten gebruik. Hier zijn allemaal kwasten. En zoals je kunt zien, bijna alles is Zoeva. Want hun hebben echt gewoon de fijnste kwasten ever. Vooral hun oogschaduwkwasten zijn echt amazing. Maar deze heb ik volgens mij al in het groot. Volgens mij is dat deze, 142. Ja, deze heb ik al. Kijk jongens, en dit is dan de mini versie van deze kwast. Deze kwast gebruik ik altijd voor oogschaduwprimer om die mee aan te brengen. Maar officieel is het een concealer buffer. Dus ik heb die al. Dus deze gaat sowieso in een winactie. De winactie komt in december. Heel erg leuk. Dus echt een hele fijne kwast. Ik wist helemaal niet dat we mini versies hadden van kwast. Of misschien is dat alleen maar voor de adventkalender. Dat kan ook. Nummer 20 hier beneden. Van Tomorrow Labs weer Eye Complex. Volgens mij is het een eye cream. Oh nee, face cream. Oh nee, nee. Het is wel echt voor de ogen. Dus echt zo eronder en er een beetje omheen. Het staat dat het je donkere kringen minder maakt. En als je een beetje gezwollen, puffy ogen hebt, dat allemaal minder maakt. Oké, dus het is gewoon een soort van oogcreme. Weer maar 7 ml. We gaan verder met nummer 21. Van Anayake weer Ultra Time Serum. Weer een serum. Oh mijn god, houd toch eens op man. What the F. Nummer 22. Deze is lekker groot. Oh, Anastasia Beverly Hills. Nou, dat is een heel luxe make-up merk. Ik denk dat iedereen dit merk wel kent. De Lash Brag. De mini versie van hun mascara. Ik heb hun mascara altijd al willen proberen. Dus hier ben ik echt enthousiast over. Dit mini formaat wordt ook gewoon door hun verkocht. Kijk even hoe prachtig deze verpakking is. Hele luxe mooie verpakking. I love it. Wauw. Deze ga ik denk ik in een video proberen. Ziet er heel mooi uit. Ben ik echt heel erg blij mee. Als er iemand is die deze mascara al heeft geprobeerd, let me know wat je ervan vindt. Ik ben heel benieuwd. Hier is 23. Van Tomorrow Labs weer. Overnight Activator. Dus een gezichtscreme voor in de avond. Ja, je moet het in de avond opdoen. Dit is gewoon een gezichtscreme. En dat helpt dan om een vermoeid gezicht weer een beetje te laten stralen. 7 ml. En dan als allerlaatste nummer 24. De laatste is meestal de beste, maar uit ervaring heb ik geleerd dat het niet altijd zo is. Oh, cute parfum. Ook gewoon in een echte parfumverpakking. Dit is van Ariana Grande. Dit is wel echt de meest cute verpakking ever. Heb je ooit zo'n schattige parfum gezien? Kijk, hij is helemaal zo mooi roze en het is een soort van een gebroken hart of zo. Kijk, hier in het midden is hij gebroken. Oh, dit moet je zo gewoon zo op je huid doen. Oeh, hij ruikt heerlijk. Hij ruikt een beetje zoet. En dat vind ik altijd heel fijn. Hier ben ik happy mee. Ik ben blij met alle parfums. Ik vind het echt heel leuk.
En dan is het klaar, jongens. Dan is de hele adventkalender klaar. Als het goed is, ben ik niks vergeten. Even achterop kijken of we echt alles hebben unboxed. Want ik heb er wel een handje van om af en toe iets te vergeten. Nee, we hebben alles. Hij is helemaal klaar. Nou jongens, ik denk dat we het wel unaniem allemaal erover eens kunnen zijn dat deze kalender een stuk beter was dan hun andere kalender. Ik vind absoluut niet dat ik mijn geld heb verspild. Het enige wat ik minder vind is dat heel veel is super super klein. En we krijgen heel veel van dezelfde producten zoals serums. Dat was echt way way too much. Het is wel vooral skincare, maar we hebben ook parfum, een kwast, we hebben een beauty blender, we hebben een mascara. Dus dat vind ik allemaal hele leuke producten. Ik vind dit ook echt een ideale kalender als je gewoon nieuwe merken wilt gaan proberen zonder er helemaal aan te committen en de volle prijzen van al die luxe merken te moeten betalen. Dus daar vind ik hem echt ideaal voor. Dus ben jij een persoon die op zoek is naar nieuwe producten, nieuwe merken om te proberen, dan is dit echt een ideale kalender voor jou. Dus ik zou hem ook gewoon wel echt aanraden. Ik vind gewoon wel een leuke kalender en een heleboel van deze producten ga ik ook echt gebruiken. Wat ik niet ga gebruiken gaat in de winactie of naar mijn moeder, één van twee. Nou, ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!